Het is de 200ste editie van het iconische dorpsfeest in Druten, de Leste Mert. Sinds 1819 vindt de laatste veemarkt op iedere eerste donderdag na 2 november plaats in Druten. Van koeien en schapen tot ganzen en ponies, een ruim aanbod aan veedieren is ook dit jaar weer present. Voorzitter van het evenement, Martin Pardoel, staat stil bij de bijzondere viering van de 200ste editie. Ja, de Leste Mert is veel ouder. Maar hij is aantoonbaar vandaag, de 200ste keer. En we hebben bij het onderzoek naar de historie van de Leste Mert zijn we een akte tegengekomen op perkamentpapier geschreven voor koning Willem I, dat hij aan Druten markrechten verleende. Dat is geweldig zeg, 1819. Ja, dat is geweldig. En waarom dan Leste Mert? Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Leste Mert is in het dialect de laatste. En toen koning Willem I aan Druten markrechten verleende, deed hij dat voor 3 markten. En die anderen zijn verdwenen, alleen de Leste die is blijven bestaan. En dan zitten we vandaag op een uniek feit dat het de 200ste is. Het hele centrum in Druten is afgesloten voor verkeer. Ruim 300 kramen versieren de straten en veehouders verkopen met handjeklap hun dieren aan geïnteresseerden. Omdat het de 200ste editie is, heeft de organisatie extra rekening gehouden met elke leeftijdscategorie. Wij hebben het casco van de Leste Mert hebben hetzelfde gelaten. De beesten en de muziek en een volksfeest. Maar we hebben dit jaar er als organisatie voor gekozen om voor elke categorie, leeftijdscategorie van de mensen, zodat het ook een echt volksfeest is, voor alle leeftijdscategorieën, we extra's neer te zetten. En ik varieer van gratis ponyritjes in de Antuistraat tot een extra kermisattractie, tot een draaiorgeltje in het bejaardencentrum. Ja, want wij hebben de ervaring, wanneer er een draaiorgeltje in het bejaardencentrum staat en er wordt ingezet daar bij die molen, dan gaan ze swingen.